Wil je je plaatje misschien zelf nog een keer aankondigen? Nou, het is het plaatje wat... Ja, mijn man die draaide het heel graag altijd. En het is de Van de Moody Blues. En het is December. Ja, dankjewel. Nou, gaan we het vandoor? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik ga zeker nog een keer met je afspreken. Want je komt er iedere keer niet van. Dus ga je iets heel belangrijks mee komen? Nou, ik ben inderdaad van de allereerste... De allereerste uitzending van de Rano heb aangekomen. En hoe ging het aan het werk? Bent u nou de presentator van dienst? Vanavond wel, ja. Of vanmiddag wel, ja. Hoe lang doet u dit al? Bij de Rano sinds 2012. En nu gaat het ophouden, hè? Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ja, ja, wat is er zo leuk aan? Zieke mensen entertainen, dat vind ik vooral heel erg leuk. Om te zien dat hun dag nog beter wordt, dat vind ik eigenlijk heel erg bijzonder daarin. En dat ik daar een kleine bijdrage in kan doen. Ik ben dan zelf geen arts of ik heb eigenlijk heel weinig verstand van de gezondheidszorg. Maar om toch nog een beetje goede muziek te draaien en te praten over het leven alleen op een leuke en creatieve invalshoek. Dat vond ik er zo heel erg leuk aan en dat is ook hetgeen wat ik heel erg ga missen. Maar ja, er wordt niet geluisterd. Ja, dat is duidelijk, hè. Ja. Dan zit ik hier bij de dochter van de eerste voorzitter van de Rano en de medeoprichter van de Rano, Henny van Rijn. Ik begin even bij Henny. Henny, vertel eens, hoe kwam het nou dat jij die Rano startte? Hoe het kwam? Nou, als ik helemaal terug moet grijpen, dan is het zo dat in Rotterdam had Gerrit de Braber een Rano opgericht. Die was bevriend met Wim Zwerens, die onderwijzer was in Dordt. En toen dacht die vriend, dus die Wim Zwerens, dat moeten we in Dordt ook doen. Toen kwam er zo'n klein stukje in de krant te staan in 1954. Ik heb het namelijk nog thuis. Ik weet precies dat het op 29 april was. Daar ben ik naartoe gegaan en zo kwamen er nog wat mensen bij elkaar. En die zeiden, we gaan het proberen. En na een poging in het toen Rooms-Katholieke ziekenhuis is het toch verder gegaan in sanatorium Wijzicht. Wat toen de tijd hier in Dordt nog was. En zo is het allemaal begonnen. En wat was jouw rol? Ik was de omroepster, want er was er maar één vrouwelijke kracht bij op die tijd. Dus ik draaide ook verzoekplatenprogramma. Maar wij waren nogal inventief en we maakten ook al gauw reportages en allerlei dingen van een beetje cabaretachtige toestanden. Maar had je daar ervaring mee om te presenteren? Nee, ik niet. Maar dat groeide dan vanzelf. En ik moet zeggen, als ik nog wel eens hoor, ik heb op de band nog wel van die oude dingen, denk ik, nou, zo slecht was het eigenlijk nog niet in het begin. Wat doe je hier nu, behalve jouw oude collega's ontmoeten en dergelijke? Ga je ook nog iets presenteren? Wat ik hier doe? Ja. Ik ga straks eventjes naar de presentatie om te vertellen dat ik me ook nog heel goed het eerste verzoekplaatje kan herinneren. En ze hebben het gevonden, dus ik hoop dat ze draaien. Welke was dat? Old soldiers never die, they just fade away. Jouw vader was de eerste voorzitter, hè? Ja, dat is wel... Meneer Van Pietersson. Hij is toch 30 jaar voorzitter geweest. Wat merkte je daar thuis nou van, dat hij voorzitter was van de Rano Zieke Omroep? Ja, alles draaide om de Rano. Als klein kind werd ik al meegesleept naar het koetshuis. Waar het sanatorium Wijzicht was en zo. En naar de studio in de Wijnstraat, later bij de Sleutel. Ja. En ik ken al die oude namen, want de mevrouw die u net heeft geïnterviewd. Ik zeg, hoe heet u mevrouw? Henny van Rijn. Ik kende die mevrouw niet, maar de naam wel. Ja, dat speelde bij jullie thuis allemaal. En behalve dat er allerlei namen vielen, wat deed je vader dan allemaal thuis? Waar was hij druk mee? Ja, dat, als kind heb je daar niet zoveel besef van, maar van alles en nog wat, zou ik maar zeggen. En, hij deed ook de diadienst. Dus als we met vakantie gingen... Ja, dan was het eigenlijk altijd foto's maken. Liep hij dia's te maken? Liep hij dia's te maken. En als kind heb ik eigenlijk meer eerder een fototoestel in mijn handen gehad dan een zuigfles, zal ik maar zeggen. Want met die dia's gingen ze dan ook weer langs de bejaardentehuizen? Bij de bejaardentehuizen gingen ze dan in de winter. Er werden dan teksten bij geschreven. De dia's werden ingeraamd en zo. Het was een heel werk. Ja. En dan gingen al de bejaardentehuizen langs om dat te maar als ik Rano zeg, we gaan niet bij jou alle haar overeind staan? Nee. Ik heb niet meer zoveel haar, kijk maar. Mevrouw Segers, ik heb begrepen, u bent al 47 jaar vrijwilliger in het ziekenhuis.
Ja. U bent al bijna 47 jaar vrijwilliger in het ziekenhuis, heb ik begrepen. En ook al bijna zo lang bij de RANO. Ik zit nou tegen Janine te vertellen. Dat wij de hele donderdag in het ziekenhuis waren. Met verzoekjes op te halen. Op verschillende afdelingen. Dan gingen we om een bepaalde tijd gingen we naar het restaurant thee drinken. Verdeelden we de verzoekjes onder degenen die maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, vrijdag draaiden. En dan dinsdagavond was mijn vaste avond en vrijdagmiddag klassieke muziek. Maar het was goed werk, we wisten wat we deden. Ja, en werd er ook veel geluisterd, kreeg u veel verzoekjes binnen? Ja. Helemaal, wat? Die moest je van je afschudden. Dat meen ik echt. Verzoekjes moest je van je afschudden. En ik wil ook iedereen die hier in de studio is, en luisteraars, u kunt dat niet zien, maar de studio staat echt helemaal vol met medewerkers en oud-medewerkers. Ik zou dus heel graag het glas willen heffen, toch heel feestelijk, het glas willen heffen op wat de RANO gedaan heeft. En vooral wat al die medewerkers in al die jaren gedaan hebben. Dus ik zou zeggen, proost daarvoor. En dan gaan we direct daarna naar een stukje muziek. En dat is een verzoekplaatje wat ik zelf heb ingediend. Ik ben behalve vicevoorzitter ook penningmeester. Dus het kon eigenlijk niks anders worden dan ABBA met Money, Money, Money. Proost! Ja, leuk. Hartstikke leuk. Goed, Marien Segers, hè? Ja. Ja, prima. Ik bel ze van de week een keertje op. Ja, goed zo. Nou, Anne Mulder, oud technicus was jij, hè? Bij de RANO, ja. De geluidstechnicus. Wat hield dat in? Dat hield in dat je eigenlijk samen met de programmaleiding en omroepers en samenstellers, programmasamenstellers, een programma ging voorbereiden. En dan in de studio dat op een bewuste opname, middag of avond, dat je dat dus begeleidde aan de hand van een draaiboek die je dan gemaakt hebt. Dus je wist precies welke plaatjes je moest draaien, op welk moment. En je wist de teksten van de omroeper of omroepster. Dus je kon zo inhaken met muziek of uitveden. Ja. En het waren plaatjes, maar ook bandjes werden ermee gewerkt. Hoofdzakelijk cassettebandjes waren het toen. Van die hele kleine 10 centimeter cassettebandjes. Daar hadden we een hele, ze zeggen discotheek, maar het is eigenlijk een bandotheek, hè? Ja. En die zijn, dacht ik ook nog, hè, in deze studio. Ja. Was het een leuke tijd? Ik vond het een hele leuke tijd. Ik heb daar toch zo'n dikke 20 jaar gewerkt. Tenminste bezig geweest in zowel Zwijndrecht als Dordrecht. En diverse studio's ook meegemaakt. Hè? In de Sleutel in de tijd, op de Groenmarkt. Die is afgebrand, hè, op een gegeven moment. Die hadden we een brand, ja. En van de Sleutel, waar gingen jullie daarna naartoe? Naar het gemeenteziekenhuis dan. Hè? Aan de Bankerstraat. Aan de Bankerstraat. Dan zaten we in het begin in die radiokamer beneden. En later op de zolder hebben we een grotere studio gehad. Ja. Met twee omroepruimtes en opnameruimte dus. Ja, en toen ging het ziekenhuis verhuizen? Dat ging verhuizen, dat werd Dordwijk. En toen ben ik eigenlijk afgehaakt, toen ben ik naar de Trom gegaan, de lokale omroep. En daar ben ik van het geluid overgestapt naar de camera. Oké, okay, de cameraman. Ja. Ja. Nou, we zitten nu hier in de kelder, hè, van het ziekenhuis. Ja. Die RANO heeft altijd een beetje op bijzondere plekken gezeten, lijkt het wel. Op zolders en in kelders. Precies, ja. Ja, je moet ook een beetje geluiddicht zitten, hè. Ja. Naast mij is inmiddels aangeschoven mevrouw Van Rijn. Een hele goede middag. Mag ik gewoon Henny zeggen? Oh, Henny, ik mag dit weer af, wat fijn. Ja, u bent iemand van het eerste uur, want u schijnt iets heel bijzonders mee te hebben. Ik ben inderdaad van het allereerste uur, omdat ik de allereerste uitzending van de RANO heb aangekondigd. Ik was de eerste omroepster, zo gezegd. Ik ben aan het zoeken geweest hier met de technicus en we hebben hem gevonden. Vind je het goed dat we hem vragen te draaien? Nou, u mag hem zelf aankondigen. Ja, graag. Het was Old Soldiers Never Die, They Just Fade Away. En ik denk dat dat vandaag hier gebeurt. We zijn allemaal soldaten geweest voor de RANO om te vechten. En om de mensen zoveel mogelijk plezier te doen. En nou gaat het langzamerhand, gaat het licht uit. Fade away. Wat doet u hier bij de RANO? Ik ben presentatrice. Ja, u heeft een speciaal gedicht gemaakt, hè? Nou, een soort van dicht. Het is een beetje een verhaaltje vanuit hoe ik het voelde.
toen ik dacht vanmorgen van wij gaan een afscheidsuitzending doen. Dus ik dacht van nou, ik ga het hem even uit mijn mouw schudden. Toch? Nou, ik zou zeggen microfoon en camera zijn voor u. Ja, oké. Overbodig, dat zijn wij. Niet nodig, dat zijn wij. Soms doet het leven pijn. Dat beseft een ieder. En toch blijft het bitter. Het niet gewild willen zijn. Weggedaan door de nieuwe tijd. Opgegeven. Misschien krijgt u nog spijt. Mijn stoel hier, ik voel hem voor het laatst. Mijn energie, ik geef hem hier nog even vandaag. Lieve mensen, waarom? Ik begrijp u, maar het doet zeer. Hoe blij ik hier was, u heeft geen idee. Ik deed het voor u, maar u had geen besef van het plezier wat u mij deed. Zonder dat u dat wist. Hoe jammer, onze kruisingen hebben elkaar gemist. De weg is weg. Heel veel sterkte wens ik u met uw verblijf hier in dit gebouw. Ik vervolg mijn pad, maar ben toch even in de rouw. Ik ga verder met mijn ervaring en mijn leven. Zoekende naar een welkome plaats in de ether. Mijn twee J's, Jan en Joost, ik ga ze nooit vergeten. Ik ken ze door u, lieve patiënt. Dat geschenk, datgene wordt u nooit verweten. Dus toch echt mijn grote dank aan u en Rano zelf. Door u en hun werd ik een nieuw mens. Helaas, mijn harde lach zal hier nooit meer klinken. Het aquarium is straks leeg. Aan alles komt ooit weer een einde. Lieve Rano, rust zacht. Je gaf ons veel plezier en kracht. Waarom stoppen jullie ermee na 62 jaar? Ja, 62 jaar. Wij hebben de laatste jaren regelmatig onderzoek gedaan onder de gasten van het ziekenhuis wat de behoeftes waren. En het laatste onderzoek heeft aangetoond dat er vooral de laatste jaar eigenlijk praktisch niemand meer is die echt zit te wachten op het product van de Rano. Ja. En dat komt omdat enerzijds iedereen tegenwoordig tablets en smartphones meeneemt. Maar de doodsklap was eigenlijk dat het ziekenhuis tegenwoordig gratis wifi voor de patiënten aanbiedt. Dus men kan de hele wereld binnenhalen. Dus wij voegen er gewoon weinig of niets meer toe. Jammer. Dat is jammer. Ik werk zelf ongeveer 30 jaar bij de club. En dan doet het zeer ook als bestuurder om het besluit te moeten nemen. Gezamenlijk overigens en gefundeerd gelukkig. Maar dat toch de stekker eruit moet. Meneer Mastenbroek, ik ga u even storen. U bent diep in gesprek. Nou ja, nogal. U heeft het ook een aantal jaren gedaan, hè, bij de Rano. Nou, ik mocht 9 jaar lang een heel leuk programma presenteren. En ik moet eerlijk zeggen, daar rolde ik in dankzij Ellen die mij voor de leeuwen wierp. Toen ik hier op bezoek kwam om eens te kijken hoe het er hier aan toe ging. En toen mocht ik ineens achter de microfoon. Het gevolg was dat ik 9 jaar lang een programma Easy Listening en Tombola heb mogen presenteren. Tombola? Tombola, met groot plezier. Ja, was een beetje ook Easy Listening, alleen onder een andere noemer. Maar wel heel gezellig. Waren dat dan verzoekplaten die u draaide? Nee, dat waren toch wel playlists die we zelf samenstelden. Op basis van hopelijk de verwachtingen van de mens, van de doelgroep, zeg maar. En wat was de doelgroep? Ja, de zieke mens, maar dan de iets oudere mensen. Dus niet de jeugd, zeg maar. Wat voor muziek draaide u dan? Nou, heel veel country, moet ik erbij zeggen. Maar ook een beetje... Ja, ik wil het. Het is een beetje musical-achtige muziek en instrumentale muziek. Ja. Zat er een topper bij die echt vaker langskwam? Ja, er waren wel nummers bij die natuurlijk ook persoonlijk binding hadden. Waren wel de muziek van Emmylou Harris bijvoorbeeld, countryzangeres. En dan ging u dan ook een beetje line dansen hier? Net niet. Maar hoewel ik met Ellen hier in de studio in het zogenaamde aquarium hebben we ook wel gedanst, moet ik zeggen. Ja. Was het een goede tijd? Het was een hele fijne tijd, heel leuk om gedaan te hebben, 9 jaar lang. En ik moet toegeven dat we de laatste jaren inderdaad wel het gevoel hadden dat we het ook voor een groot deel voor onszelf deden. En al deden we het maar voor 1 of 2 luisteraars, dan hadden we toch nog de voldoening om het gedaan te hebben. En dat,
dat blijft. Het was heel fijn om te doen. U bent de stem van de jingles. Ik ben de stem van de jingles, inderdaad. Klopt. Hoe klinken die jingles? Kunt u wat laten horen? Ja, dat kan ik wel laten horen. Dit is de Rano. 24 uur per dag. Onder andere. Ja. Ik ken niet alle teksten weer uit mijn hoofd, maar het is alweer 10 jaar of 12 jaar geleden dat we ze ingesproken hebben. Maar dat was er sowieso eentje. Ja. Is er ook nog een eentje gemaakt speciaal voor het afscheid? Nee, eigenlijk niet. Mark Gewoon die belde me afgelopen week dat het afscheid van vanmiddag zou zijn. Dus we hadden eigenlijk de gelegenheid niet meer om voor die tijd nog een jingle in te spreken. Dus ik heb hem zojuist maar even live ingesproken. Kunt u nog een keer herhalen voor ons? Ja, dat wil ik graag herhalen. Dit was de Rano. Bedankt voor het luisteren. De technicus van dienst, ja, aan jou de eer om straks de knoppen uit te doen, hè? Ja, ik zet de knop dadelijk uit. Dat is toch wel spannend eigenlijk. Toch na 62 jaar ineens stilte. Dat is zo, ja. Het is een einde van een mooi hoofdstuk. Welke knop wordt het? Welke moet je uiteindelijk gaan dichtschuiven? Ik schuif hier gewoon zo dadelijk de knop dicht. Maar ik ben ook hoofdtechniek en in het hok daar zitten nog veel meer knoppen. En daar moet ik allerlei dingen gaan afbouwen en afbreken en zorgen dat het weer overgedragen wordt, dat ziekenhuis, zeg maar. Ja. En dan is het einde tijdperk, Rano. Ja, helaas. Ik heb toch 15 jaar hier rondgelopen. En ja, het is toch altijd jammer dat het dan ophoudt. Kijk, je weet dat het helaas minder beluisterd wordt en we hebben onderzoek nagedaan. En dan, als je dan achterkomt dat er eigenlijk geen behoefte meer aan is, dan moet je toch je conclusies trekken. Toch helaas ermee te gaan stoppen, zeg maar. Ja. Hoe lang nog? Hoeveel minuten hebben we nog? Volgens mij begrijp ik dat ik wat moet schrijven. En als de klok luidt, tijd is, ik zing voor de laatste keer. Iedere gebeurtenis kan, hè? Treur niet om mij een ode aan het leven. Pim, dit is toch echt het allerlaatste? Ja, wat jij net zegt, dat bedacht ik me dus ook tijdens het nummer. Het is een zeer toepasselijk nummer. Ik bekijk het, ik heb het al eerder gezegd, in heel positieve zin. Ik ben ontzettend dankbaar voor dit programma. Ik wil vooral Mark en Nanda jullie daar ook voor bedanken. Jullie hebben er heel veel energie in gestopt om dit in elkaar te zetten. Ik ben daar heel erg blij mee. Namens het bestuur heel hartelijk bedankt daarvoor. Dat was een hele mooie uiteinde toch? Ja. Ja. Dat was het. Oké. Okay. Zat erin dat niet... Het was toch een heel prima einde. Maar in ieder geval niet midden in de zin, dat is wel heel wat. Ja. Nanda, bedankt. Jij ook bedankt. Ik vond het leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ja. Ja, het was heel inspirerend. Heel relaxed. Ja, toch? Het was heel relaxed. Mooi. Dus, ik heb het graag. Geslaagd. Mooi, ik heb het graag. Het is moois om op terug te kijken. Zeker. We gaan de MP3 verdelen. Ja, leuk. Ik denk misschien zetten we hem wel op.